Ja, ongelooflijk. Ik woon net te bevatten. Want ik ben zelf ook in het orkest zitten gegaan tijdens de Moulinet Polka. Krijgt als 15 jaar waarom toen ik nog in het orkest zit. En ik zie het er spelen. En er ging zo'n geweldig applaus op toen Van der Weert uit zijn stoel omheen ging om op het podium te staan. En ja, dan opeens dan stier meestal mijn stokken in de loft te zwaaien van stop je. Nou, dan bleek dus dat er echt delvallen is. Van der Weert wordt nog naar het MCL gebracht, maar verstiert er op 81-jarige leeftijd onder gevolgen van een hertongval. Dat klinkt natuurlijk wel heel erg apart, maar van Van der Weert is dit eigenlijk een prachtige deer. En hoe kent hem mooier, met al zijn hele Friese jeugd, de kerstfamilie om hem heen. Dus dit weer voor hem natuurlijk perfect. 35 jaar lang is Gerard van der Weert in zijn eigen huiskamer een van de opjochters van het Friese jeugdorkest. Want Jontje en Zoon Jontje weer dirigent. Reizen met het orkest naar Amerika, jaren onder oren bij de hichtepunten. In 1986 hebben ze een concertjoen in bijzijn van koningin Beatrix en prins Klaus in de Grote Kerk van de Harmonie. Dat is een heel groot hichtepunt West. Ja, en eigenlijk alle buitenlandse tournees weer een groot succes. Het is een hele ingrijpende gebeurtenis geweest voor iedereen. En ja, omdat Gerard dus voor het Friese Jeugdorkest heel belangrijk is, willen wij hem de laatste eer bewijzen. En dat willen we graag doen in de Harmonie. En dat is komende tongsie van 4 tot 5. En dan ging het warm hier om 3 uur. Het Friese Jeugdorkest zal ook achter de presentie aan. En het zal Griff helpen voor het verwerken van toch de dramatische ervaring die we sneunt in mei, toch toen ze het meesken. Mijn makker hamer. Van der Weert wordt er nij in besletten kring cremeerd.